Gepensioneerde ambtenaren zijn zeer ontevreden over de gezondheidszorg die zij momenteel genieten van het staatsziekenfonds. Onder andere het tekort aan hulpmiddelen en de dure medicamenten zorgt voor enorme ergernis bij deze groep. Als gevolg hiervan heeft de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, BBGO, vorig jaar een motie met het verzoek ontvangen te worden ingediend bij president Desi Bouterse. Echter is er tot nu toe geen gehoor gegeven hieraan. Bondsvoorzitter Renate Wouden zegt dat de BBGO binnenkort weer brieven zal sturen naar Bouterse. Ze benadrukt dat de situatie nu onhoudbaar is geworden voor de senioren burgers. Wat er dus nu gebeurt is dat de senioren burgers of eerder sterven of hun situatie wordt alleen maar erger. Hun leefsituatie, ze zijn ver van welzijn en welvaart. En het zijn dan allemaal mensen die 30 en 40 jaar hebben gewerkt voor die overheid. En nu dus zitten te wachten op de dag dat ze dus geholpen zullen worden door een of andere specialist. En het gebeurt maar niet, want of ze hebben geen geld om die medicijnen te betalen of noem maar op. De problemen zijn zoveel en zo groot dat we denken dat de tijd al lang rijp is, maar dat de tijd nu dubbel rijp is om dus daarover te praten met de president. Bouden zegt verder dat de BBGO nog geen concrete oplossingsmodellen heeft over dit vraagstuk. Ze gelooft er wel in dat partijen tot een structurele oplossing kunnen komen, indien er serieus wordt gekeken naar deze kwestie. Problemen zijn er om opgelost te worden. En er moeten dus oplossingsmodellen zijn hiervoor. Natuurlijk is het een algemeen probleem, het raakt een ieder. Maar waarom raakt het de gepensioneerde ambtenaren nog erger, nog meer? Omdat wij niet ons volledig loon ontvangen. Wij ontvangen een bepaald percentage van ons loon. Toen we dus nog in actieve dienst waren. Dat is dus één. Het tweede is dat je vaak genoeg als gepensioneerde ben je niet in staat om beter te verdienen. Toch? De jonge mensen, de jonge ambtenaren, die kunnen nog altijd nog wat bijverdienen. Maar niet alle gepensioneerde ambtenaren zijn in staat fysiek om wat te kunnen bijverdienen. Dus onze situatie is veel en veel erger dan dat van anderen, dan dat van de ambtenaren die in actieve dienst zijn. BBGO-voorzitter Renate Wouden over de gezondheidszorg aan gepensioneerde ambtenaren. Ze zegt dat deze kwestie binnenkort weer onder de aandacht van president Bouterse zal worden gebracht.